Wacken! Zoals jullie zien, heb ik Poppy gevraagd als voorbeeld. Haar draaitafel is gekoppeld aan dit scherm en aan deze bak met magneetdeeltjes. Jij speelt jouw muziek en wij zien kunst. Episch! En is het niet geweldig om te zien wat je allemaal kan maken met geluid? Zien en Sissy, zorg ervoor dat ik muziek kan zien. Is dat niet episch? Op die manier maak ik muziek die ik wil zien. Zoals dit. Ik weet wel iets voor je. Wat jij kunt gebruiken is een lekkere beat. Hij is zo gaaf. Mijn les in muziekkunst was echt... Bam, tja! Vroi ich boyo gezabat? Misschien lukt het met één oog. Vroi ich boyo... Oh, laat maar. Ik heb een rijtje. Ik heb een draaitafel-app. Ik moet me alleen concentreren en draaien maar. Poppy! Poppy, ben je er nog? Wat? Ja, hoezo? Haarde aan Poppy. We zitten in het atelier en we moeten onze eerste look voor de modeshow kiezen. Sky tekende dit. Ze zijn allebei leuk, maar ze lijken te veel op elkaar om beide te gebruiken. We hebben gestemd, maar het is gelijk. 3-3, dus jouw stem bepaalt. Nu? Maar ik heb mijn mix bijna af. Ik heb het liedje in mijn hoofd en straks ben ik het kwijt. Ze is gevraagd om te DJ'en voor de Ace. Voor de Ace? Hashtag levensdroom. Hou je hoofd koel en mixen. Violet, we doen dit samen. Ze moet een keuze maken. Wat een ingeving. Poppy, je kan gewoon kiezen en lekker doormixen. Zing maar wat je denkt. Op het ritme van de muziek. Goed idee. Jans, je stop en die stel mijn ding. Deze kralen vind ik leuk, ja, die geven echt wat bling. Skyler, je artiest, meis, voel je maar gevleid. Want je vraagt me om een mening, dus ik zeg het je geheid. Als ik nu zou moeten kiezen, nou dan zeg ik hoe het zit. Want dit is onze winnaar, deze heeft de meeste fit. Woehoe! Super! Hij is af! Ik ben klaar! Ik denk in muziek, waardoor ik soms echt super afgeleid raak. Dan weet ik vaak niet wat er om me heen gebeurt. Door mijn vrienden leerde ik me focussen. En vond ik mijn regenboog. Dat hoor je niet terug in mijn muziek. Let's kick it up!